Maar ik ook gefeliciteerd. Ik zag een enorme ontlading na afloop. Was dat vooral frustratie of vooral opluchting? Ja, ik denk alle twee. Ik denk wel, natuurlijk, je zit zelf zo erg onder druk wat je eigenlijk helemaal niet wilt. Maar automatisch gebeurt dat wel en dan wil je ook gewoon heel veel laten zien. En dan komt er dan net niet uit, mis je te veel dubbels. Maakt je eigenlijk heel, heel moeilijk. Terwijl je eigenlijk deze wedstrijd veel makkelijker kan winnen. Maar uiteindelijk, om zo dan te winnen, geeft het wel heel veel voldoening. En op naar morgen. Ja, op de een of andere manier gaat het nooit echt makkelijk tegen Damanhatta. Heeft dat ook te maken met het type speler? Ja, zeker. Je krijgt weinig energie uit de jongen. Je moet zelf de wedstrijd creëren en je moet zelf de dingen laten zien. Maar daar heb ik tegen heel veel spelers. Dus ik ben alleen maar zelf daarin te verwijten. En je moet zelf daarin groeien en zorgen dat je beter speelt. En uiteindelijk win je die wedstrijd en het enige wat telt. Helpt het dan dat je dan wel voor het Nederlands publiek speelt, dat je daar misschien wel wat extra energie van krijgt? Ja, daar krijg je heel veel energie van. Het is natuurlijk gewoon grandioos om hier voor een uitverkochte Avers Live te staan. En dat geeft heel veel voldoening, heel veel vertrouwen. En ik hoop dat ze er morgen weer anders staan. Ja, en de volgende ronde wacht dan Clayton of Noppert. Hoe bereid je dan voor op zo'n mogelijk lange dag? Ja, iedereen weet dat ik daar best wel goed in ben. Ik heb al zoveel van die lange dagen gespeeld in mijn leven. Dus ik voel me goed, ik voel me comfortabel. Alleen ik wil misschien net even iets te graag op podium laten zien. En dat kost heel veel energie. Maar ik weet zeker dat ik tot heel veel toeren sta ben morgenmiddag en morgenavond hoop ik.